Goedendag kijkers en welkom terug naar een nieuw programma van Cultuurhuis. Vanavond heb ik een power lady weer bij ons op visite en zij is niemand anders dan Geeta Girdhari. Welkom in het programma Cultuurhuis, Geeta. Dank je. Alsjeblieft, en vanavond ga ik jou overstormen, want ik wil graag weten wie Geeta Girdhari is. Nou, ik ben dus Geeta, ik ben 47, moeder van 2 kinderen. Daarnaast ben ik founder van It's Me, Foundation, Lifestyle and Brand. En sinds maart ben ik ook begonnen met Beat Corona. Nou ja, dat is eigenlijk wat ik doe. En kom ik daarop? Maar dat is echt waarmee je dus nu bezig bent. Ja. Oké, maar dat is toch wel veel in één zin. Je doet veel meer dan ik had verwacht. Nou, laten we beginnen met wat jou geïnspireerd heeft. Met Beat Corona of It's Me bedoel je? Met It's Me en eigenlijk meer met Beat Corona. Met Beat Corona. Ja. Nou, begin maart, toen eigenlijk de coronaperiode begon, hebben we natuurlijk allemaal opgelegde maatregelen gekregen vanuit de overheid. Ja. Dan moet je weten dat ik een producent ben. Ik heb in het verleden een cosmetica lijn gehad als producent. En ik zou eigenlijk dit jaar starten met It's Me produceren, een t-shirt lijn. En met Jump, ander merk van mij, zou ik een sneakerlijn starten. In maart was de bedoeling dat we zouden gaan samplen. Maar ja, door de corona kwam ik en zonder werk te zitten. Want ik al mijn opdrachten waren on hold gezet en daarnaast ook gecanceld. En ik dacht, wat ga ik nu doen? Wat ga ik nu doen eigenlijk, weet je wel? Je bent toen letterlijk in de diepte gesprongen en je hebt momentopname gedaan. Je hebt gebruik gemaakt van het moment. Ja, van de situatie eigenlijk. Ik had natuurlijk alle producenten al klaarstaan. Ja. Om eigenlijk te gaan produceren, samplen en noem maar op. Ja. En toen dacht ik van, nou, wat gaan we doen? We gaan een t-shirtlijn op de markt brengen, een fashion. Ja. Zeg maar een t-shirtlijn met maatschappelijke statement. Ja. Op het moment dat je... Het was natuurlijk best wel allemaal een trieste periode. Veel mensen leefden in angst, noem maar op. En we hadden veel regels. Hè? Ja. 1,5 meter distance, lockdown. Handen wassen is ons echt gebrainworst. Precies, daar had ik geen shirtjes mee. Maar wel stay home. Ja. Stay safe. Ja. En dan ook nog vertaald in allerlei talen. Omdat we natuurlijk in Nederland gewoon een interculturele samenleving hebben. Wilde ik het ook in een aantal wereldtalen gewoon naar buiten brengen. Ja. Inmiddels is de corona een beetje voorbij. Hè? Tenminste, in Nederland is het, mensen hebben er genoeg van. Dus je had toen ingespeeld op de corona hype periode. Ja. En is het geslaagd? Ik neem het aan van wel. Ja, ik heb zeker shirtjes verkocht. Alleen en de boodschap op de shirtjes, die waren dus echt mensen aansporen om zich aan de regels te houden? Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, dat hou ik nu bij natuurlijk. Maar wat ik wel heb gedaan is op social media in ieder geval... de awareness gecreëerd. Ja, mensen geprobeerd te inspireren, net als met Stop met Hamsteren. Ja. Ik las allerlei topics van dat mensen, vooral heel veel influencers, heel veel is misschien een groot woord, maar in ieder geval een aantal influencers waarvan ik had verwacht dat ze het juiste voorbeeld zouden geven, want ik vind dat is ook hun taak. Ja. Die spoorden mensen juist aan om te gaan hamsteren. Toen dacht ik van, dat kan niet. Okay. Dus je moet dus eigenlijk, vanuit mijn logistieke verleden, op het moment dat jij gaat hamsteren, de supermarkten raken leeg, dan krijg je weer een probleem met logistiek en prijzen worden verhoogd. Dus niet hamsteren. Dus Beat Corona is niet enkel alleen maar een t-shirtlijn met de opgelegde maatregelen, maar inderdaad, we hebben gewoon de hele coronaperiode ook mensen bewust geïnspireerd om het goede te doen. Ja. En dus inderdaad, stay safe. Kijk, nu ook. Hè, we zitten nu al een beetje aan het einde van de coronaperiode in Nederland dan. Niet, het is niet het einde, maar in ieder geval de maatregelen. In Nederland begint het al, zeg maar, de curve begint al flat te worden. Het is al redelijk. Er zijn geen nieuwe besmettingen meer. Daarnaast, mensen zijn het zat. Nederland is natuurlijk een heel eigenwijs land, eigenwijs volk. Ja. Wij pikken het gewoon niet meer. We willen nu gewoon een lock. Nee, en daar speel je dus weer op in. Daar je speelt weer in op de situatie. Van onlangs Malieveld. Ben je daar ook op in gaan spelen? Ja, nou niet met t-shirtjes, want dit had ik al. Maar wel met gewoon wat er daar speelt, wat er daar heeft afgespeeld. Onder andere dat er zeker vond een zeker goede demonstratie. Ik bedoel, BLM was natuurlijk de voortouwnemer met de demonstratie. Daar ben ik trouwens ook geweest. En zijn jullie ook met fashion awareness gericht op BLM? Nu gaan of alleen ALM?
All Lives Matter. Ja? Ja. Ja? Oké. Okay. Nee, we gaan een One Human Race collectie op de markt brengen. Oh, top. Dus dat is All Lives Matter inderdaad. Black Lives Matter, maar daarnaast ook Love Matter. Noem maar op. En dat is volgende week denk ik online. Oké. Okay. Ja, ik ga ermee door. In principe wilde ik... Beat Corona was eigenlijk gewoon een zijsprongetje om en awareness, inspiratie te brengen, maar ook een verdienmodel, laten we eerlijk wezen, als je als ondernemer getroffen bent. Ja, je bent een ondernemer van hart en nieren, denk ik, in hart en nieren. Dus je gaat inspelen zoals elke andere ondernemer dat zal doen. Precies, precies. En ik wilde daarmee nogmaals, ik heb met iets meer heb ik een stichting, waar ik dus ook heel veel voor doe met awareness, inspiratie, vooral bij jongeren dan. En ja, en Beat Corona is eigenlijk daar een afgeleide van. Ik bedoel, ik ben altijd maatschappelijk betrokken bij human, zeg maar, mensen. Mm-hmm. Dus het was voor mij eigenlijk niet meer dan normaal om dat gewoon serieus op te pakken. Mm-hmm. En we hebben het ook serieus gedaan. Ja. Ik bedoel, we hebben er waren ook shirtjes met kom niet in mijn aura, bitch. Dat wilde ik niet. Ik wilde serieus de serieuze opgelegde maatregelen op een serieuze manier ook brengen, want het was een serieuze zaak, laten we eerlijk wezen. Ja, en je wilt ook de mensen het product geven waarmee zij overal zichzelf kunnen presenteren. Ja, gewoon op een leuke manier, want we hebben gekozen voor neonletters. Het idee was ook een beetje om in deze donkere periode, zeg maar, licht in de woonkamer te brengen. Okay. Dus vandaar ook neonkleuren. Ja. En bij BLM, wat is jouw inspiratie achter eigenlijk de hele movement wereldwijd? Wat is je inspiratie daarbij geweest? Wat haal je eruit? Want los van dat men nu bezig is overal in de wereld BLM te gebruiken om echt serieus hun doel te bereiken, heb je ook de hooligans ertussen die het een en ander misbruiken. Ja, nou, ik ben zeker, ik vind BLM, ik ben een voorstander van BLM in die zin van, we kennen allemaal Rishi Chandrika Singh in Nederland. Deze jongen die is een aantal jaar geleden door de politie op Holland Spoor doodgeschoten, oftewel per ongeluk doodgeschoten. Ik heb daar toen als founder van It's Me ook een lezing gedaan, oftewel een speech gehouden. Om deze jongens, waren vrijwel allemaal jonge vrienden die mij toen hadden benaderd. En toen heb ik een speech gehouden. Dus toen BLM, Floyd, in beeld kwam, kwam bij mij alles weer naar boven. Ook de boosheid van die periode, dat er eigenlijk geen aandacht was voor politiegeweld, want zo, dat is BLM voor mij dan in eerste instantie. Het gaat natuurlijk veel verder, hè? Racisme, discriminatie, noem maar op. Maar voor mij was het wel belangrijk om ik heb ook meegedemonstreerd. Ik heb in Rotterdam op de BLM-demonstratie gestaan. Ik vind het een zeker goede zaak. Ik vind alleen nu wel dat het ook tijd wordt, all lives matter, met andere woorden. Want wat ik nu heel erg jammer vind is dat BLM gaat alleen over de zwarte negroïde mensen. Terwijl ik noem het 50 shades of black. Ik heb ook een dochter die gediscrimineerd is. En dus ik vind dat all lives matter. En ik vind dat we het gesprek aan moeten gaan. En vooral naar elkaar moeten luisteren. Ja. En het gaat niet alleen als je dus loopt te beschuldigen van jij discrimineert of... racisme kaart. Maar dat je dat gewoon netjes uitpraat. Precies, met morele de pijn waarde, voelen van een ander, de pijn begrijpen van een ander. Dus met naar elkaar luisteren vooral. Ik vind dat en middels fashion wil jij dit dus naar voren brengen, klopt, die awareness. Ja. Heb je al leuke quotes bedacht? Hoe je dit systematisch wil aanpakken? Ja, we zijn eigenlijk elke dag. Alles ik ben wat benieuwd. Wil je met me delen eentje? Nou, bijvoorbeeld Loves Matter. Loves Matter is ook een hele belangrijke. Ik bedoel van, en zo zijn er nog een paar. Maar zo zijn er nog een paar kets in mijn hoofd hoor. Nou, we gaan de lijn afwachten. Ik ben zelf ook benieuwd. Misschien dat ik ook een paar voor mij wardrobe aanschaf. Nou, graag. En in het programma kom met Unlock Me. Ja, bijvoorbeeld. Heerlijk. Ja. Nou, Gita, het was een aangenaam bezoek. Ja, en ik kijk eigenlijk met heel veel enthousiasme ernaar uit om jou nog eens een keertje te spreken. Leuk. Dat was het voor vanavond. Gita Girdhari is dus de persoon, Power Lady. Ze staat achter een top beat. Beat Corona Fashion. Nu is dat wat minder afgenomen, maar zij wil dus middels fashion eigenlijk en statements naar voren brengen, awareness naar voren brengen, zodat wij op een vriendelijke manier en met een liefdevolle manier onze boodschap, onze statement aan de rest van de wereld kunnen
kenbaar maken en vertonen ook. En ja. Niks is zo mooi als een mooie t-shirt aandoen met een geweldige boodschap erop. Die je ook gewoon naar een diner kan aandoen. Of gewoon in een vrijblijvend gesprek kan aandoen. Zij is dus daarmee bezig. Op een hele sublieme en rustige manier haar awareness-programma voor te brengen. Het was een aangenaam gesprek geweest met Gita en ik kijk zeker uit naar nog meer van haar projecten. Voor vanavond groet ik jullie allemaal en ook onze gastheer wil ik bedanken. Gastmevrouw wil ik bedanken om aanwezig te zijn in het programma Cultuurhuis. En we kijken nog natuurlijk uit om nog een keer in het programma te krijgen. Nou, graag. Ik wacht op de uitnodiging. Nou, dat was het voor vandaag, kijkers. Tot de volgende keer naar een nieuw, gloednieuw programma van Cultuurhuis. Dag. Dag.